Goedemorgen op deze zonnige morgen. Vandaag is dag 14. Vandaag weer een nieuwe wandeldag. Ik loop vandaag naar Egmond aan Zee volgens mij. En daar pak ik de bus naar een camping. Die zit ongeveer een kwartiertje verderop. De bushalte is als goed te vlak voor de camping. Dus het is echt lopen tot Egmond aan Zee. En dan uit de bus stappen en de tent opzetten. Dat was het beste wat ik kon regelen. Er zijn verschillende campings in de buurt van Egmond. Maar niemand die plek van me had. Dus ja, dan moet je hier naar uitwijken. Het is vandaag, zoals ik al zei, een zonnige dag. Ik loop nu even een beetje in de schaduw. En neem deze video op. Ik ben ook al een uur onderweg of zo. Maar ik kan me iedere keer niet van dit intro op te nemen. Dus bij deze. Ik heb net even pauze gehad op het eerste bankje waar ik tegenkwam van vandaag. Ik was al even onderweg, al een uurtje of vier of zo. Ja, iets korter, 3,5. Dus het was wel lekker om even te kunnen zetten. Nu ben ik weer onderweg. Ik moet nog ongeveer 2 uur zeg Google Maps. Voordat ik in Egmond aan Zee aankom. Ik geloof niet dat ik dat ga redden. Dus waarschijnlijk wordt het nog 2,5 à 3 uur voordat ik er ben. Dan dat, als je kijkt naar vandaag, moest ik continu een beetje door de duin omhoog en omlaag. Dat is ook de reden dat ik niet zo heel veel gefilmd heb. Dat ik continu gewoon aan het klimmen en dalen was. Ja, en de omgeving is continu een beetje hetzelfde. Zoals je hier ziet. Het is een beetje dezelfde omgeving als de shots die je al eerder voorbij hebt zien komen in deze video. En ja, ik kan nog wel voor de 6e keer hetzelfde shot maken, maar ik weet niet of daar iemand op zit te wachten. Dus ja, vandaag waarschijnlijk een wat kortere vlog. Het is niet anders. Ik ga even die 2 uur maken en we zien wel wat er van komt. Zo, ik ben nu op een hotelkamer, niet op een camping, in Alkmaar. De bus die mij naar de camping zou brengen, die rijdt niet op zondag blijkbaar. En op Google Maps heb ik uitgemeten welke camping dichtst in de buurt was die je gewoon met een bus kon bereiken. En deze bus, of deze camping kwam naar voren. Alleen het is ook veel te niet op zondag gezet. Dus ja, ik zat daar heel lang te wachten bij Egmond aan Zee en een bus die kwam maar niet. Dus uiteindelijk wat gaan uitzoeken en toen kwam ik erachter dat die helemaal niet gaat komen. Ik had nog wel naar de camping kunnen gaan, dan had ik alleen 2 uur onderweg geweest en 4 keer moeten overstappen. Daar had ik niet zo'n trek in. Dus nu heb ik een duur hotel in Alkmaar.
En dit is de kamer. Zo. Dit is de kamer. Groter dan mijn bastionkamer. Ik heb er ook wat meer voor betaald. 121 euro voor een nachtje inclusief ontbijt. Wel een speciaal bankje om je rug daarop te zetten. Ik denk het niet, maar... Ach ja. Badkamer. Nou, het is allemaal wel wat groter dan bastion, maar heel wat duurder dan mijn 10 euro campingplaats van vannacht. Het is helaas niet anders. Ik lig nu op bed in mijn hotelkamer. Voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik echt een ongelooflijk grote sushi-fan ben. En terwijl ik naar dit hotel liep, zat er echt naast het hotel een sushi-tent. Die heb ik net even opgezocht en toch maar een bestelling geplaatst voor vanavond. Deze dag is al zo duur dat dat ook niet meer uitmaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat de sushi hier een stuk goedkoper lijkt dan bij ons in de buurt. Dus ik hoop dat die lekker smaakt. De reviews op Google Maps waren ontzettend lovend. Dus laten we hopen dat dat de toon zet. Aan de andere kant, met Google Maps had ik ook het idee dat ik vandaag op de camping zou komen. En dat is ook niet helemaal gelukt. Dus laten we hopen dat het goede sushi is.